Goedemiddag mensen, welkom bij de tweede aflevering van de Soevendale Horlogeshow. Ja. Het is vandaag zaterdag 20 februari. Ja, 20 februari. Het is 16:30, het is eind van onze dag. Dus we gaan eigenlijk de tweede editie van onze wekelijkse horlogevlog-achtig iets opnemen. Opnemen, ja. Vorige week in onze eerste aflevering hebben wij onszelf voorgesteld. Ja. We hebben al over onze eigen horloges gepraat. Ja. Dat hebben jullie alleen niet gezien, want we hebben het niet online gezet. Ja. Maar alsnog, we gaan gewoon door. We zijn bij aflevering 2 dus. En voor vandaag had ik eigenlijk wat nieuws bedacht. Soep weet het nog niet. Nee, ik weet het helemaal niet. Ik weet het echt niet. Dus, naast onze Instagram en Snapchat en Facebook en wat dan ook voor accounts, hebben wij ook Flickr. Dat ken je misschien niet eens. Nee, maar, wel van gehoord, maar... Nou, oké. Maar hier staan dus... zetten we eigenlijk de foto's op, die wij hebben gemaakt allemaal in onze studio hier op... groot formaat op, zodat enerzijds dat mensen het kunnen zien, maar ook dat het op groot en goed formaat wordt opgeslagen. Dus dacht eigenlijk, misschien is het leuk om gewoon onze laatste foto's een beetje langs te gaan en te kijken en te vragen. Nee, niet de foto's, maar de horloges vooral. Okay. Ja, de foto's ook hoor, daar mag je ook rustig wat van zeggen, maar dat we gewoon die horloges een beetje langs lopen. Ik weet eigenlijk niet of dat kan zo. Ja. Het horloge. Deze hebben we natuurlijk hier liggen. Ja. Het kantoor liggen. Ja. Wist je nog, toen volgens mij werkte ik hier toen pas. Ik weet niet wanneer deze horloge uit was gekomen. Het was 2000... Volgens mij 2012 was het. 12, hè? Ja, volgens mij. Dat moet ik checken, maar wat wil je zeggen? Ja, ik vind het best wel een mooi horloge om eerlijk te zijn. Het is echt... ik persoonlijk... En ik zou het niet zelf houden, maar... Ja, 2012 was het. Ja, heel mooi, ja. Ik vind het ook heel... Maar vergeleken met de normale Speedmaster, want deze wijzerplaat is natuurlijk heel apart. Apart, ja. Ja, ik weet niet zo weg van de Speedmaster, maar ik vind het wel een mooie... Wat zeg je? Ja, eigenlijk moeten we deze video nu afsluiten en gewoon opnieuw beginnen, hè? Maar... Je houdt niet van Speedmaster. Ik wil dat niet echt van misschien omdat het... Dat kan. Maar nee, ik vind het een mooi horloge, eerlijk gezegd. Oké. Oh, prachtig, ook bij de details. Dus je ziet daar een duidelijke foto. Ja, dus echt een... wat een mooi horloge, ja. Oké. Ja, vind je het zo'n champion horloge? Ja, heel gaaf. Ja? Maar ik heb zelf natuurlijk een paar Speedmasters, maar... ik denk als je moet wel eerst de normale Speedmaster hebben, maar als je die hebt, of misschien zelfs een paar zoals veel verzamelaars hebben, dan is zoiets geks heel erg leuk om erbij te hebben. Okay. Vooral omdat deze zo waanzinnig gek is. Ja, want die wijzerplaat, kijk, dit dat is natuurlijk echt bizar. Het is een zilveren plaat, helemaal ingegraveerd, daarna gepatineerd, dus die kleurverschillen erin gebracht door bepaalde delen. Ja, een soort oxidatie te laten krijgen, maar heel gaaf. Oké. En dan weet ik al welke er nu komt. Andere Speedmaster, heel anders, want deze is natuurlijk bijna een soort kunstobject. Ja, en deze is deze is super modern. Ja, volgens mij hadden we hem donderdag, of niet als ik het goed heb. Ja. Donderdag, hè? Ja, dus ik zie wel meteen het verschil van het materiaal van de kasten. Ja, want dit is titanium, heb je goed gezien. Ja. En de wijzerplaat is carbon. Dit is gemaakt ter ere van de Solar Impulse. Dus vliegtuig wat op zonne-energie vliegt. Oké. Vandaar denk ik ook die high-tech en lichte materialen natuurlijk. Maar zeg maar. Ja, deze vind ik wel mooi, wil ik zeggen. Ik vind het wel eerlijk. Ja, ik vind hem ook waanzinnig gaaf hoor. Ik vind deze wel mooi. Ik weet niet hoe het, maar ik heb het nog niet echt gevoeld toen, maar ik voel het wel lekker. Iets lichter. Maar wat ik vooral gaaf, en het is heel veel bij Speedmasters, bij deze zie je het niet omdat het zo apart is, richten ze zich heel erg op het verleden en wat vroeger gaaf was en een beetje vintage allemaal. En met deze hebben ze juist wel het klassieke ontwerp, maar net door een paar details, dus het materiaal, het is titanium.
wijze plaat carbon, maar ook kleinere details als het lettertype in de tachymeterring en op de wijze plaat allemaal net wat hoekiger, een beetje modern. Ik vind het waanzinnig gaaf. Ja. Dan de oranje details net. Ja, die vind ik ook wel mooi. Wat hier terugkomt en het is niet te veel, maar eigenlijk net goed. Want als je ziet, is het maar een heel klein beetje. Ja. Dus op die wijzer, hieronder, daar en... Met de tachymeter. Ja, dus fan allebei? Van deze ben ik wel fan, ja. Oké, volgende. Ja, Montblanc hebben we hier. Wat was het? Heritage. Chronometrie Quantum Annuel Vasco da Gama. Limited Edition. Okay. Dacht ik, ja. Dus volgens mij dat deze wel eens een Spire, of niet? Ligt die? Ja. Ja, hè? Ja. Ja, ik zou deze wel willen hebben. Ja? Ja, maar alleen tijdens een galafeest of iets. Ja, oké. Okay, ja. Je moet er misschien een beetje op gekleed zijn. Minder bij een polootje. Ja. Ja, ik ben niet zo fan. Nee. Ja, ik vind het vooral met die maanfase, is dat niet wel mooi? Ja, het doet mij niet zo veel. Nee, als ik eerlijk ben, de prijs is heel erg goed. Ja? Voor wat je krijgt en ook een jaarkalender. Dus je hoeft maar één keer per jaar hoef je bij te stellen in februari. In plaats van elke maand die minder dan 31 dagen heeft, zoals jij ook moet. Dus hier maar één keer per jaar, dat is mooi. En in gouden kast en... Maar mij doet het niks. Nee? Helemaal niks. Nee. Ja, ik vind hem ook niet lelijk, maar. Nee, ik ben gewoon geen fan. Geen fan. Meningsverschillen dus. Hè? Volgende. Is Oris. Ja, ik had hier volgens mij twee foto's van. Ja, hier ging het eigenlijk om de nieuwe stalen band. Dat is de Diver 65. Ja. Dus een nieuwe stalen band is uit. Los voor de mensen die hem al hebben, hij is €250, dacht ik. 255? Nee, €250 volgens mij. Maar wat denk je? Ja, ik denk dat dit wel gaat verkopen. Ja. Dit gaan veel mensen willen hebben. Ja, ik vind het ook waanzinnig mooi. Weet je, want ik denk misschien wel meer van de mensen van vintage houden. Ja, zeker. Nee, maar ook de details van de band, zoals die. Rivet stijl zoals het vroeger werd gemaakt, gewoon heel mooi. Ja, oké. Okay, hij is niet zo dik ook. Maar hij zit volgens mij ook wel goed op je poort. Want ik zeg van ons collega Pieter ook wel goed dat hij wel goed opstapt hoor. Nou ja, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb Pieter een tijd niet gezien, maar moet de Pieter volgende keer meekomt in onze video. Oké, volgende. Nog een Speedmaster, Tintin, Kuifje, Racing. Ja, eerlijk te zijn. Ik vind het wel mooi, maar... Maar Speedmaster, dit, dat... Ik weet het niet. Hou op jongens, het zou heel gaaf. Ja? Vind je het gaaf? Ja. Maar waarom? Omdat het limited edition is ofzo? Het is geen limited edition, dat is het leuke. Nee, ook niet. Ze maken er gewoon weinig van. Ja, het verhaal is dat ze voor met Kuifje limited edition wilden maken. Ja. Maar dat op uiteindelijk de eigenaar van Kuifje en dat soort dingen... geen toestemming hebben gegeven, maar dat de Omega toen al zo ver was met het ontwerp of zelfs het drukken van die wijzerplaten, dat ze toch die wijzerplaten moesten verkopen. Okay. Of eigenlijk dat ze toen dachten van nou ja, dan maar niet met Kuifje, dus geen speciale achterdeksel. Ja. Achterdeksel is gewoon hetzelfde als de normale, maar je hebt wel die rare of die aparte wijzerplaat en een leuk verhaal erbij. En niemand weet dus precies hoeveel er zijn gemaakt, maar de meeste mensen denken niet zo heel erg veel. Oké. Okay. Ja. Dus jij geen fan? Ik wel. Ja. Nee. Ja? Dat is die jouwe? Ja, dit is mijn lieveling. Deze is mijn wish. Wist je dat we nog een keer op de foto hadden? Ik had hem wel gedaan. Had jij uitgekozen ofzo? Nee, de eerste keer dat we samen hadden uitgekozen. Maar toen was je niet tevreden met maar dat. Mensen, jullie weten het niet, maar dit is de Soef's favoriet. Ja. Het horloge wat op zijn wishlist staat. Ja. En wat hoogstwaarschijnlijk zijn volgende aankoop wordt. Ja, zeker. Formule 1 automaat, wat vind je er zo mooi aan? Ja, ik heb hem wel op mijn post gehad toen hij staat. Ik vond hem gewoon niet te druk, om eerlijk te zijn. Hij zit gewoon, volgens mij kan je hem echt ook niet bij een... maar ik ben meer casual ook vaak aangekleed. Ja. Dit kun je ook gewoon tijdens het hardlopen, kun je hem ook gewoon eens omlaag zou kunnen. Ja, ik zou het zelf niet doen. Maar ik zou misschien wel. Ik heb altijd G-Shocks om met hardlopen en trainen. Ja, maar ik denk misschien als ik ga hardlopen en deze horloge om heb, dat ik wel met tevreden mee ben. Ja, oké.
Dus dat is gewoon, ik vind dit een horloge echt wel een mooi horloge. Maar dit wordt hem dus? Dit wanneer? Wordt hem, ja. Ja, ik hoop dit zomer. Ja, de zomer, ja. Goed, man. Leuk. Wat hebben we nog meer? Bulgari. Ja, zit met een magnesium kas. Ja. Gaaf? Ik vind het wel gaaf, maar de blauwe uitvoering vind ik hem niet zo leuk. Ja, welke wel dan? Volgens mij die grijze zwarte. Ja, ja die, maar die, dan is het niet zo apart. Nee. Maar ja, ik vind hem. Blauwe ijsklad spreekt mij niet zoveel aan, om eerlijk te zeggen. Nee, okay, maar, nee, dat snap ik. Nee, blauwe is ook moeilijker, maar ja. In dit geval vind ik wel. Want die andere is bruin. Bruin, ja. Bruin koper, achter. Ja. Ja. Ja, ik vind deze. Kijk, ik vind het foto wel echt bloedmooi, weet je wel. Dat is echt, het komt echt uit van, weet je wel, echt zo. Om, ja, weet niet, tot klassiek en dan echt zo. Die steentjes en zo, dat we eruit komen, weet je ja, wel. Ja, dat is contrast. Ja, dat hebben we natuurlijk een beetje geprobeerd. Ja, ik vind hem wel gaaf. Ja? Maar voor, ja, een beetje voor sporthorloge, voor zomervakantie, dat soort dingen. Ja, ik zou. Lekker licht, rubberen band. Ja, ik zou. Oké, Brimbo. Ja? Ja, dat is wel een mooi horloge dit, ja. Dat had jij vorige week gefotografeerd toch, als ik het goed heb. Ja. Ja. Met dat kussen van de Royal Air Force. Ja, 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 is leuk. Ik vind het wel een mooi horloge, ja. Ja. Laat ik het om hebben, dan zit ik te twijfelen of dat om zijn of niet. Ja, ik vind het ook heel mooi. Alleen voor de prijs, ja. Zijn veel alternatieven, dat is moeilijk. Of dit dan mijn keuze zou zijn, dat weet ik niet. Oké, okay, ja. Yeah. Maar ik vind het wel heel mooi. En het is mooi gemaakt en ook eigenlijk net als de Octo deze. Yeah. Het is heel erg een horloge wat je echt moet ervaren. En misschien net wat langer even om moet hebben dan even in de winkel om bepaalde details te waarderen. Okay, zoals yeah. Die kast is mooi gemaakt. Heb je dat eens gezien bij Wesley? Ja. Yeah. Zo'n... dat middenstuk wat ja. Uit andere materialen of andere afwerking heeft en ja, dat is heel wijs. Ja, oké. Okay. En was leuk natuurlijk die film. Ja, dat vond ik wel leuk. Het is wel een goed evenement hoor. Ja, dat is een goed evenement. Een van de beste evenementen van deze binnen. Okay. Nou, ja, dit is uitgespeeld.